Kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. Zoals je ziet zitten we niet in de studio, maar ik ben op locatie bij een heel speciale plek die morgen jarig is. En in deze tweede deel van In Gesprek Met heb ik het wordt een rondleiding met een klein beetje history met niemand anders dan mevrouw Christine van Russel Henaar. Goedemiddag mevrouw Henaar en welkom in gesprek met, vooralsnog, van harte gefeliciteerd met 10 jaar Kotto Museum. Ja, dankjewel en ook bedankt dat ik in het in gesprek mag zijn. Hoor, hartelijk dank. Ja. En als if memory serves, heb ik begrepen, u heeft een Anissa. Zoals jullie ook bij mij zien, is er een speciale Anissa uitgegeven in verband met het tweede lustrum van het museum. Vertelt u me een beetje wat ik op mijn hoofd heb. Ja, dus kijk, we hebben een eigenlijke Anissa uitgegeven, een hoofddoek, in verband met 10 jaar Kotto Museum. Wat we gedaan hebben met deze doek, we hebben in de randen, eigenlijk hebben we een hele mooie rand gekozen. Maar we hebben op elke hoek hebben we de onderdelen gezet die eigenlijk ook een beetje bij die kotomissie passen, in sieraad. We hebben de afoucensie, we hebben anker, we hebben vriendschap, weet je, zoals de ringen. Ik ben een beetje uitgegaan van de sieraad als we kijken naar onze vriendschapsring. Dan hebben we dat ook geplaatst. En natuurlijk hebben we 2 kotomissies geplaatst op de hoofddoek. En we hebben de 2 gebouwen, want als je nagaat, we waren eerst in een gebouw op Livorno en nu zijn we in de stad en dan hebben we ook die 2 gebouwen hebben geplaatst. Weet je, gelegenheidshoofddoeken zijn hoofddoeken die, het woord zegt het al, bij een gelegenheid uitgegeven worden. En het is 10 jaar, dus we hebben op die doek een beetje alles erin verwerkt van de kotomissie. En dan hoe heet? Wat de Anissa die je op hebt, is een Miss de Neef. En wat we gedaan hebben, dus als je ziet, we hebben een oranje rand. De Anissa heeft 3 kleuren. We hebben gewoon gekozen voor vrolijke, frisse kleuren. En de jouwe is dan een Miss de Neef, zoals ik al zei. Als de mensen de doek kopen, heb je een heel stukje witte rand. Die witte rand knip je af, want dat is de rand die nodig is, hè, om te kunnen verven. En dat stukje knip je af en dan kom je een beetje, laat je een stukje, maar dan ga je mooi borduren of een randje zetten. Maar je ziet er keurig uit. Echt al feestelijk, toch? Ja, maar het is een feest. Ja, het is sowieso een feest, dus ik moet er ook feestelijk als u eruit zien. Maar om terug te gaan, het is een heel mooi initiatief. Ik denk dat het wel storm zal lopen met mensen die ook heel van een fan zijn. Vooral, je hebt ook van de oudere generatie die nog steeds, net als u. U bent er altijd een fan van geweest. Maar in de 10 jaar... Hoe gaat het nu verder? Want u deed het in het begin samen met uw echtgenoot en uw dochter is er later bij gekomen. Maar uw echtgenoot is gekomen te ontvallen. Hoe gaat het dan nu? Lukt het? Ja, dus weet je, hij heeft dus in het begin, toen hij erbij was, het is natuurlijk een heel gemis. Omdat hij was er gewoon altijd bij. En vooral nu, feestactiviteit, weet je. Dingen moeten opgehangen worden. Hij had ook ideetjes. En dan kon hij zeggen, weet je, waarom zet je dat daar niet? Maar we hebben het samen opgezet. Weet je, hij had ook heel veel dingen. Ik zei altijd, hij had een hok. En dat hok had altijd een heleboel antieke dingen. En dan zei hij, kan je dit niet gebruiken? Kan je dat niet gebruiken? Nu moet ik zelf in dat hok gaan zoeken. En kijken, is er nog iets bij dat ik nog kan gebruiken? Het is natuurlijk, weet je, een heel gemis, maar zoals we zeggen, het leven gaat verder. Hij heeft mooie herinneringen nagelaten en eigenlijk gaan we daarmee verder. Hij was er gelukkig nog toen we hier kwamen aan de Prinsessenstraat, dus hier heeft hij ook een heleboel kunnen zetten dat ik nu aan de dag nog heb en dat we er nog naar kunnen kijken. En zeggen, iBoy heeft die lampen opgehangen, weet je, aantal dingen. Dus, maar weet je, alibi ego morafara en het gemis zal er altijd zijn. En hopelijk horen de kijkers een beetje ook op mijn achtergrond, want er worden ook dagelijks rondleidingen gegeven in het Kotto Museum. En ik denk niet dat een beetje eruit zal gaan. Nee, dus als we kijken, weet je, mensen vragen ook.
Mensen vragen ook om een rondleiding. Als je hier binnenkomt, kan je niet gewoon lopen en dan kijk je, oké, dit is een pop, dit is een dat. Dit. Die rondleiding hoort erbij. We hebben gelukkig wat vrijwilligers die ook hun diensten hebben aangeboden. Helaas, weet je, zijn het ook mensen die met vakantie gaan, natuurlijk moeten ze ook. Meneer Wijngaarden, die is vanaf het begin er ook bij geweest. En Glenn Wijngaarden, die is dus, weet je, hij woont ook dichtbij in de buurt. Dus als er iets is, als er een alarm afgaat, weet je, is hij het ook. Hij is echt, ik weet niet hoor, men zegt linker of rechterhand. En dat is hij absoluut, weet je, ook als ik naar Holland moet, kan ik het museum echt zonder, weet je, gewoon achterlaten in zijn handen. Hij is zich ook gaan verdiepen, weet je, dat is ook heel mooi om te zien. En weet je, waardoor hij nu ook rondleidingen doet. We krijgen ontzettend veel bezoekers hier. Daar zijn we natuurlijk blij om, omdat we het van de bezoekers moeten doen. We krijgen geen subsidie, het is een particulier initiatief. En ja, en het gaat, zo vaar zo goed. Omdat nogmaals, we willen ook nog meer vrijwilligers. Iemand die zegt, oké, zet me op de dinsdag in. Weet je, werk me in, laat me inlezen. En dan kan ik het ook wel doen. Dat zou natuurlijk heel fijn zijn. Maar we zijn blij met de bezoekers die komen. En we zijn natuurlijk heel blij dat we het stukje van onze kotomissie, onze Creoolse cultuur ook kunnen doorgeven. Want daar gaat het per slot van rekening om. Hoe stond die kotomissie na de afschaffing van de slavernij? Hoe is het verder met haar gegaan? En als we daarna kijken, zijn er zoveel prachtige verhalen die ons nagelaten zijn. En dan kijken we naar de kleding. Ik kijk dus heel erg naar kleding. Ik kijk naar de sieraden. Ik kijk ook naar zang. Ik kijk naar, weet je, de liederen die ons... En er moet iemand zijn. Ja, klopt. Weet je, en dat is absoluut hier in het museum. Dat is, denk ik, het museum ons sterkste punt. Het verhaal die erbij hoort. En ook wij van in gesprek met zullen ook een rondleiding kijken voor de kijkers die nog niet bekend zijn met het Kotomuseum. Ja. Ja, kijkers, dan we gaan nu beginnen aan onze rondleiding. Onze rondleiding gaat beginnen bij mevrouw Van Russel zelf. Want als je zelf ziet, ik zie er een beetje te modern uit als ik naast mevrouw Van Russel sta. Mevrouw Van Russel vertelt u, heeft een brok op, ik weet niet al te veel van de kleding van mijn cultuur, maar ik weet wel dat het een brokkenberen is. Ja, klopt, dat is het inderdaad. Kijken naar de stof. Alles ma ebar fas meri fa resida. Matai sayetak fabtin jasmeen. Toch, want daar gaat het om. Want iedereen inderdaad, die resida heeft een hele lekkere geur, maar die jasmeen ook. Weet je, dus eigenlijk zegt het van, weet je, we praten over anderen die misschien grote dingen doen. Maar wat zeg je van die ene persoon die ook iets doet, maar iets kleiners, weet je? Je kan het eigenlijk niet wegen. Je kan niet zeggen, dit is groot of dit is klein. Dus zo werd de naamgeving, zo Odo eigenlijk, hè? Alasma e barfas meri farisida. Masaye takfabti jasmeen. Weet je, dus zo is dan de stom. Want ik weet wel, bestaat uit een x-aantal delen. Weet je, dus eigenlijk, kijk, deze kotte, mijn oma was vrij lang. Oh. Dus die kotte was ook heel lang. Het is langer, vandaar dat ik ook heel veel brokkoberen heb. Oh. Weet je, want eigenlijk mensen zeggen, ja, die kotte heeft geen maat. Die kotte heeft wel een maat. Dat is je lengte naar je enkel. En if as mamoro langer lik you, dan heb je een beetje meer stof. Maar dan moet je weten van je beren dat aberen hebt. Toen Silanga, weet je, dus dan heb ik hem een beetje dubbel gebonden, dat hij op deze manier is. En natuurlijk heb ik er onderaan, weet je, je sarong, je onderkotto draag je. En natuurlijk je impi, weet je, dus op die manier. Oh. En weet u toevallig wat de geschiedenis achter de brokkenberen is, waarom de slaven ervoor kozen om... Kijk, eigenlijk is die kotto na de afschaffing van de slavernij. Weet je, dus erin niet. Het heeft echt te maken met erna. Vooral rond 1880, daar zie je ook hele mooie bloei van die kotomissie. Dat zeg ik elke keer weer. Omdat het een eigen creatie is. De vrouwen hebben hun eigen, weet je, ook esthetisch mooi zijn. Mooie dingen dragen. Deze kotto bijvoorbeeld heeft 3 meters. Aan de onderkant, zo breed is hij. Die kotto is echt groot. Dus elke keer als ik hem was, als ik hem stijf mee, Jimmy.
Maar ik denk, het geeft toch wel de pracht en praal aan. Anodim, 10 strakke rok zou je weer het idee, toch? Maar het is echt groot. Dus dat is het. Maar die brokkenberen is een danskutto. Hij wordt ook korter gedragen, weet je, dit is losser. Je ziet het bij de deftige kutto's, wordt die hoger gebonden. Dan zie je eigenlijk geen beren, om het zo te zeggen. Dat is een beetje het verschil. Ja, en En mijn Anissa is dus, ik heb hem poteren hier aan de achterkant. En ik heb hem eigenlijk een beetje, weet je wat ik heb gedaan? Als ik kijk naar de Miss Hinar Ide, die heeft ook hetzelfde aan de voorkant. Klopt. En die poteren zie je aan de achterkant meer in die staart. Dus ik heb eigenlijk die Miss Hinar naar de voorkant meegenomen met fin plooi en alles. En die teren die Miss Hinar heeft aan de achterkant is een beetje kleiner. Maar dan heb ik hem, omdat hij een vrij grote doek is, dan met ik een bigidam tak, weet je wat. Dan met pot wam tien poteren, die aan Miss Hinar. Dus dat heb ik gedaan. Ja, ja. En dan gaan we dan naar onze pop. Ja, dit is dus echt van verjaar. Laten we zeggen, want dansverjaar kutto als ik kijk. Weet je, modern geborduurde jakkie. En, weet je, die kutto heb ik zelf gemaakt in, ik denk, Migarabaya, misschien 1993. Misschien praxeer ik had een heleboel extra hoofddoeken. En dan denk je, oké, weet je, dan gaan we een kutto maken alleen van hoofddoeken. Dus allemaal hier zijn eigenlijk hoofddoeken bij elkaar genaaid. En je hebt een prachtige kutto. En dat is het. Het is een feestkutto. Met een danskutto ook toe. Weet je? En dan... Ja, precies. Helemaal. En dan heb ik eigenlijk... Dus je zou kunnen zeggen... Het is geen prooisie-idee. Maar het is een prodo-idee. Weet je? Omdat we een gouden rand ervoor hebben. Zijn dat je prodo... Want prooisie is echt dat het lint moet je dan pruisen. Weet je? Moet je gaan bewerken. Maar dit hebben we dus gewoon aan de rand. Heb ik hem gewoon vastgemaakt aan de doek zelf. Weet je? Dus een andere manier. Kijk, die ontwikkeling gaat verder. Je probeert een heleboel nieuwe dingen in het oude te zetten, maar het toch zo authentiek mogelijk wel te bewaren. En men kan niet alleen terecht voor de verschillende oude dingen, maar ook de oude kopperkannen, om het zo te zeggen, die nog in het museum te zien zijn. Ja. Dus wat we hier laten zien, we laten zien, je komt binnen in het huis van je grootmoeder, zullen we zeggen. Zoals het vroeger was. Voor de jongeren zeg ik, naar je overgrootmoeders woning, dus, weet je. Dus, en dan zie je, je had koperwerk, je had servies, je had glazen, reclameglazen, weet je, had de oude canapé. Dus al dat soort dingen. We willen als mensen hier binnenkomen, dat ze... Zoals iemand het zei, als ik binnenkom, ruik ik gewoon mijn overgrootmoeders huis. Ja, weet je? Je gaat terug naar de tijd. Oh, dus wat is een canapé, tante Christine? Dat is dit, dus zo, riepen dus zo die drie sets eigenlijk. Oh. Dat je dat meisje gaat doen op een canapé hier. Of ze zei ook wel canapé. Dat je gaat doen dat. Weet je, dit is het model van een canapé. Weet je, ik vind het, het is... Bij mij gaat het erom, het moet doorgaan. En dat gebeurt. Want kijk, als je kijkt naar cultuur, is iets dat beweegt, weet je. En mensen komen hier binnen en zeggen, mevrouw, ik moet naar een dansie gaan. En er staat kimono, maar wat is dat? Weet je, dus dat zie je. Iemand moest naar een hoe noem je dat, weet je, met die 17 hoofden, konkosho. Mevrouw, hebt u het? Ik zeg, ja, die pop staat daar. Dan gaan ze kijken, hoe moet je dragen, hoe moet je dit? Weet je, vind ik ook heel erg fijn dat we de dingen hebben in het museum. En dat de mensen toch weer kunnen kijken. Mensen bellen ook voor inlichtingen. En in die 10 jaar zijn we dus echt erachter gekomen. Dat niet, ja, zo zal ik het wel even noemen. We kregen veel toeristen, maar we kregen ook veel studenten. Op een gegeven moment hebben we gezegd van, weet je, ik heb ontzettend veel naslagwerk. Waarom niet een kennisbureau opzetten? Weet je, we zeggen altijd, ja, we moeten onze eigen onderzoek gaan doen en zelf schrijven. Want mensen schrijven altijd voor ons. Dat is een klacht wat je hoort. En ik zeg, oké, als we dat kunnen aanbieden, omdat er genoeg naslagwerk is, dan kunnen studenten hier komen zitten en, weet je, ook gaan lezen en gaan kijken wat er allemaal is. Dus... De volgende stap is, weet je, we hebben al een beetje laten opmeten, laten kijken. En hoe gaat het kenniscentrum eruit zien? De bedoeling is wel dat men hier terecht kan om onderzoek te doen naar. Je kan onderzoek doen naar de kleding, je kan onderzoek doen naar de sieraden. Je kan onderzoek doen naar een heleboel dingen dat van ons is, dat een beetje verloren gaat. Tradities, weet je? Ga dat ook vastleggen. Wat zijn onze tradities bij een kind dat geboren wordt? Of een weet je, er zijn allerlei mooie tradities die verloren gaan. Omdat
de een zegt, ja, ook tradities kunnen bewegen natuurlijk. Maar leg vast wat 10 oma's bijvoorbeeld deden, wat bijna een half land deed aan ograi, ik noem maar wat. Klopt. Weet je, wat gebruik je als je kind ograi heeft? De een zegt is nonsens, je gelooft er niet in. Maar die ene die dat zegt, zijn er 20 anderen die er wel in geloven, omdat ze iets hebben meegemaakt. Ja. Weet je, en dat bedoel ik met, laten we het gaan vastleggen. En dat is heel belangrijk. Ik kan eigenlijk, als we hier langer blijven, dan is onze hele in gesprek met gevuld, maar er komt nog een deel. Maar vanuit ATV en ook in gesprek met, van harte gefeliciteerd morgen met het jaardag van het Kotten Museum. Het is 10 jaar, ik zal maar zeggen, we gaan straks naar tiener. Dus het is 10 jaar, ik zal maar zeggen, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dus wat we doen morgen is teruggeven, dus echt een Bigisma Day hebben we dan. En natuurlijk zou ik nog veel meer Bigisma's willen uitnodigen. En als er eentje is die zegt van ik moet erbij zijn, die mag dan natuurlijk. Het is donderdag gewoon, donderdagmorgen. En het is ons eerste activiteit voor een jaar wat we gaan hebben. We gaan natuurlijk een aantal lezingen hebben. We gaan een aantal dingen doen, maar dat gaan we doen van 21 november 2019 naar 21 november 2020. Daar hebben we voor gekozen. Dus wij kijken er ook naar uit. Kijkers, u gaat er nog niet weg, want deze aflevering is een speciale aflevering. Mevrouw Boetius, Kala Boetius is er straks weer bij u met het volgende deel. Blijft u kijken.